Dag iedereen en welkom bij mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over weerstand. We hebben gezien dat indien dat wij tegengestelde ladingen van elkaar gaan scheiden, dat daar een potentiaalverschil, dus een spanning tussen ons staat. Indien dat wij deze ladingen terug naar elkaar laten vloeien, door een verbinding tussen de twee vaten met ladingen te maken, kan er dus een stroom door die geleider vloeien, zodat de positieve ladingen van de pluskant van de batterij naar de minkant van de batterij gaan vloeien. Nu, u zult ons ook horen spreken over stroomsterkte. En bedoelen we dus de grootte van onze stroom. Nu, die grootte van onze stroom, die wordt natuurlijk erdoor bepaald hoe gemakkelijk dat de deeltjes door die geleider kunnen gaan. Hoe dunner die geleider, hoe minder deeltjes dat er kunnen doorgaan. Hoe dikker die geleider, hoe meer deeltjes tegelijkertijd. De deeltjes die ondervinden dus een zekere weerstand bij hun verplaatsing van de positieve kant naar de negatieve kant. De deeltjes worden belemmerd, anders zou die ongelooflijk snel door de geleider kunnen gaan. Maar de geleider heeft een zekere weerstand. Het biedt in zekere zin een tegenwerkende kracht aan de deeltjes die door de geleider proberen te gaan. Daarom zal dus die stroomsterkte beïnvloed worden door de weerstand en de dikte dus van de geleider.